winnen. Maar niet comfortabel. Dit is niet de comfortabele comfortabel winst. Niet. Het tempo gaat bij beide boten flink omhoog. Ah, voor wat we hier kunnen zien is het inderdaad net een bootlengte. Ja, nee, het blijft nou toch echt gewoon bootlengte. En gaan deze dames van Triton dit uiteindelijk relatief winnen. Gefeliciteerd dames. En de mooie plek voor, de tweede plek voor de dames van Scari. En de dames van Triton 3 komen daar wederom achteraan. En we gaan door naar het heren gevorderde 4 met. Het is een heus laga verstijmd, halve veld laga. We hebben nog een Euros 4 met en een Egier 4 met. En ja, ook hier zien we weer twee terugtrekkingen. Hè? Dat zien we relatief veel vandaag. Njord en Nerhuis hebben hun 4 met teruggetrokken. Yes. Ja, bijzonder. Het 4 met veld, dat kan natuurlijk altijd. En het is niet alsof er met de wind het onmogelijk is op de 4 metten. Maar zoals ik op de livestream zie, lijkt het alsof laga 1 en laga 2 toch wel aan kop gaan hier. Ja, als ik het goed zeg, is van Euros het nou volgens mij de EEZ die in de 4 met zitten. En ik zit even kijken naar de namen van